Hoi iedereen, dit is Lennon. Miriam is er nog steeds niet, want het account is heel eventjes van mij. Nu ik aan het bouwen ben aan mijn eigen eiland. Jullie hebben misschien de vorige video wel gezien, waarin ik heel hard heb gewerkt om 8000 Nookmiles te verdienen. Om eindelijk eens wat dingen in mijn zakken te doen. Nou, dat is ondertussen gelukt. Dat hebben jullie ook gezien. En nu is het tijd om echt te gaan bouwen. Ik heb jullie al verteld, ik maak een Amerikaans dorpje. Een beetje jaren 70 stijl misschien. Ik krijg eigenlijk gezegd ergens tussen 1950 en 2000. Verder is dat vrij te interpreteren, maar dat ligt ongeveer in het midden. Laat ik zeggen 1975. Ja, wat nog meer? Ja, ik heb jullie vooral gevraagd om gewoon goed op te letten. Een beetje na te denken, wat zou dit nou precies kunnen zijn? En misschien met mij mee te denken over wat past in deze stijl. Nou, ik nam nog even een laatste slok van mijn bubble tea. Of nou, mijn laatste slok, dat gelukkig niet. Ik heb, Miriam en ik staan een beetje obsessief met bubble tea. Misschien weten jullie dat wel. Overal waar wij gaan, proberen we een andere soort bubble tea uit. We hebben bij ons om de hoek echt een super chill tentje. Waar we het eigenlijk altijd halen. Ik denk dat we zeker 4 keer per week daar naartoe gaan. Soms nemen we er gewoon ieder 2. Maar ook als we bijvoorbeeld naar Antwerpen gaan, of waar dan ook. Dan, naar Antwerpen komen we dan het meest van andere steden. Dan moeten we ook altijd bubble tea drinken. Het moet, het hoort erbij. En het hoort er zelfs bij als ik een video voor jullie maak. That being said, ik ben natuurlijk nu niet zo heel veel over die video aan het praten. Ik vertel even wat ik aan het doen ben. Ik ben bezig met het bouwen van een weg. Een weg vanaf. Hoe heet het ding? Schiphol. Ik weet ook niet meer hoe dat heet. Over Schiphol gesproken. Ik hoop dat mijn vlucht doorgaat. Ik ga binnenkort naar Londen. Naar een goede vriend van mij. En wij gaan samen naar Lady Gaga. Ik ben heel erg fan van Lady Gaga. Ik ben al fan van haar sinds 2009. En ik heb nog nooit een tour van haar gemist. En ik was heel bang dat ik deze zou gaan missen. Want deze was eigenlijk in COVID-tijd eerst. En ze hadden echt maar 5 locaties of zo. Ik denk 3 in Europa. Ik denk Londen, Parijs, Berlijn, zoiets. En ik dacht, nou, maar iedereen gaat daarheen willen. Ik ga daar niet naartoe kunnen. Maar ik heb toch een ticket kunnen krijgen. En nou ja, als het goed is ga ik eind deze maand dus daar naartoe. Maar ja, Schiphol is natuurlijk erg druk. En ik weet niet, had ik maar een ticket gekocht voor de trein? Denk ik dan. Hoe dan ook, ik leg nog even uit wat ik nou precies aan het doen ben. Ik ben aan het bouwen een weg, zeg maar, naar het plein. Het is niet super mooi, want het is niet precies in het midden. Maar ja, wat doe je eraan? Ik wil ook niet een weg van 5 van die hoekjes. Vind ik een beetje veel. Ik vind dit eigenlijk wel best wel breed. Nou, er zou wel een auto op kunnen rijden. Maar ik ga iets anders doen, waardoor er geen auto op hoeft te rijden. Ik vind het namelijk wel heel mooi om wat van die bomen neer te zetten. Zoals deze. Ik denk dat ik heel veel natuurlijke bomen weg wil halen. Maar dat ik het juist heel leuk vind om er dus inderdaad wat van die wat tammere bomen voor in de plaats te brengen. Deze staat volgens mij iets verder weg dan de vorige. Ik kan het eigenlijk niet zo goed zien. Maar ik vind het dan ook wel mooi. Ja, nee, dit kan er wel mee door. Het enige is dat je er dan dus niet meer met een auto langs kan. Volgens mij is de afstand inderdaad groter tussen deze 2. Maar op dat na, ja, in principe kan je ook niet rijden in een auto. En ik vind het leuk als het een beetje een inleiding is. Of hoe noem je dat? Een soort een welkomstpoort, zoiets. Ja, kijk. Ik kan nog iets verklappen. Het is een beetje een gated community. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Maar dat is eigenlijk een gemeenschap. Vaak in Amerika. Waar alleen mensen naar binnen kunnen die daar ook daadwerkelijk wonen. Dan moet je dus, als je bij binnenkomt, moet je je eigenlijk melden. En als je daar thuis hoort, dan kan je erin. Hoor je er niet thuis, dan kan je er niet in. En daar is heel veel mis mee, kan ik je wel zeggen. De meeste mensen die in zo'n gated community wonen, zijn mensen die het kunnen betalen. Het zijn rijke mensen. En dat zijn vaak de mensen die erg bang zijn voor minderheden. Maar goed, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Maar mijn dorpje is wel een beetje zo, eerlijk gezegd. Goed, waar we mee verder gaan is het bouwen van een weg. Ik weet niet of jullie dat interessant vinden om te zien, maar het moet gebeuren.
Want alles is eigenlijk... alles is aangelegd. Niks is natuurlijk ontstaan. Kijk, een weg ontstaat sowieso niet natuurlijk. Natuurlijk. Maar het is ook niet om dingen heen gebouwd. Het is gewoon één rechte weg. Als daar bossen voor gekapt moeten worden, is dat geen probleem. Maar hij gaat gewoon in één stuk van begin naar eind. Bijna een soort snelweg. Alleen wil ik dat het een rustige weg is. Want het is een rustig dorpje waar rustige mensen wonen. Maar ja, alsnog wil ik een beetje de vibe van alles is aangelegd. Alles is man-made. Die weg gaat trouwens helemaal niet lekker. Het duurt ook super lang. En daarom heb ik besloten dit even door te spoelen. Een soort speedbeeld, maar dan valt er niet zo heel veel te zien. Het is ook heel vermoeiend. Want het is een heel lang stuk eiland. En ik heb nog nooit in een rechte lijn zoveel moeten bouwen. Dus het is heel erg fijn dat ik dit eventjes kan doorspoelen. En dat jullie eigenlijk alleen maar zien wat ik heb gedaan. Eerder dan dat ik het allemaal samen ga doen met jullie. Want er valt echt niks te zien. Nou, het laatste stukje moet nog gebeuren. En daarna ben ik er eigenlijk wel weer klaar mee. Want weet je, hebben jullie dat ook? Dat je soms zo lang gespeeld hebt. Dat je denkt, ik wil niet meer. Ik vind het helemaal geen leuk spel. Dat heb ik heel vaak. Ik heb het vaak met Animal Crossing. Maar waar ik het nog vaker mee heb is The Sims. Ik hou echt van The Sims. Het is echt mijn lievelingsspel. Ik vind het leuker dan Animal Crossing. En ik zou het ook super leuk vinden om Sims video's te maken bijvoorbeeld. Laat maar weten in de comments of jullie dat leuk zouden vinden. En dan ga ik nu Animal Crossing uitzetten. Want ik heb geen zin meer. Vinden jullie het leuk als ik iets laat zien? Een ander spel. Want ik heb even zin om Cooking Mama te spelen. Cooking Mama is een spel wat ik ook al heel lang speel. Jullie weten waarschijnlijk wel dat ik voor de eerste keer Animal Crossing deed in 2007 of zo, denk ik. Dat was dan Wild World. Rond diezelfde tijd had ik Cooking Mama. Ik had het op mijn Nintendo DS, zo lang geleden. Maar Cooking Mama is nu een beetje anders. Wat ik heel leuk vind is bijvoorbeeld dat je nu vegetarisch kan koken. In principe is ieder gerecht wat je daarop kan maken ook vegetarisch. Want sommige mensen, zoals ik, vinden het misschien niet zo leuk om echt kip te gaan snijden. Dat soort dingen. Dus we gaan een vegetarische hamburger maken. Eerst wat we moeten doen is deze sla pellen. En Cooking Mama, niks is ooit goed genoeg voor haar. En alles is zo moeilijk. Ik probeer dus nu heel voorzichtig die blaadjes eraf te krijgen. Maar dat duurt dan weer zo lang. En als je het sneller doet, nou misschien kan het... Nee, kijk. Als je het sneller doet, gaat het niet. Ja, nu heb ik het niet gehaald. Of tenminste, ze is niet super boos. Ik hoop dat we niet gaan meemaken dat ze super boos is. Want dat gebeurt heel vaak wel. Ik kan je wel vertellen, dat is niet leuk. Goed, ik moet nu een aardappel schillen. Eens kijken, ja, als ik dit te snel doe, ja, kijk, dit bedoel ik. Heb ik zeker ook wel een probleem. Dus het moet heel langzaam, heel voorzichtig. Ik zou nooit zo lang doen over het schillen van een aardappel. Houden jullie eigenlijk van koken? In het echt, of in Cooking Mama? Ja, nu ik toch nog even bezig ben met die aardappel, heb ik ook eigenlijk niet zoveel andere dingen te zeggen. Ik hoop trouwens niet dat jullie boos op me zijn dat ik Animal Crossing heb uitgezet. Kijk, het was niet veel te zien. Ik heb alleen een weg gemaakt. En volgende video ga ik wel weer harder werken. Wat zal ik doen in mijn volgende video? Ik denk dat ik jullie niet helemaal ga betrekken bij het proces van het neerzetten van de huizen. Want daar valt gewoon niet veel te zien. Maar ik kan jullie wel weer erbij pakken als de huizen er eenmaal staan. En dan gaan we lekker tuintjes inrichten, dat soort dingen. En jullie mogen ook je tips geven. Ondertussen ga ik even de aardappels snijden. Dat kan gelukkig wel een stuk sneller. Oh ja, we gaan er natuurlijk frietjes van maken. Zeggen jullie eigenlijk friet of patat? Ik ben heel benieuwd. Want dat is natuurlijk de eeuwenoude discussie. Is het friet of patat? Ik zal jullie meteen zeggen wat ik zeg. Ik noem het afhankelijk van de situatie friet of patat. Ben ik in België, dan zeg ik dat het frieten zijn. Want dat is gewoon hoe je het daar zegt. Als je in België bent, is een patat gewoon een aardappel. En als ik in Nederland ben, zeg ik bij de snackbar bijvoorbeeld ja, één patatje met. Of wat dan ook. Nee, meestal niet met mayo. Maar ik zeg het er toch even bij. Ben ik in de McDonald's, dan zeg ik één grote friet. Dus het is altijd anders. Nou, nu moeten we dus de bonen en mais gaan mengen in het spel. En dat heeft ermee te maken dat wij dus geen vlees eten. Miriam en ik zijn allebei vegan. Dat wil zeggen dat we geen vlees eten. Ook geen vis. Ook geen melk, geen zuivel, geen eieren. Eigenlijk helemaal geen dierlijke producten.
Want ik geloof niet dat deze hamburger helemaal vegan gaat zijn, maar het komt wel in de buurt. Wij houden wel heel erg van fastfood, namelijk Mirjam en ik. We eten super vaak lekkere dingen, zoals inderdaad hamburgers, die maken we dan zelf. Of, nou, noem maar op eigenlijk. Wat is jullie lievelingseten? Van mij is eigenlijk sushi, denk ik. Maar ik vind inderdaad zo'n hamburger, als ik dit zo aan het snijden ben, met mijn Joy-Con en niet met een echt mes, krijg ik toch wel echt zin in hamburgers. Echt heel lekker. En ja, ik hou ook van broodjes shawarma. Vind ik super lekker. Wat ik eigenlijk moet halen voor vandaag. Ik ga vandaag dus koken. Eigenlijk kook ik meestal. Ja, je hoort wel vaker dat dan de vrouw degene is die vaak kookt thuis. Maar wij doen niet zo aan die ouderwetse genderrollen. Ik vind het helemaal prima om te koken. En om boodschappen te doen en dat soort dingen. En Mirjam vindt het ook bijvoorbeeld prima om een lamp erin te draaien. Ja, niet dat dat zo'n moeilijke klus is. Maar als er iets mis is, wel de laatste dat de vaatwasser kapot was. En dan is Mirjam de persoon die gaat proberen te repareren. Dus nee, kijk, het is niet andersom. Want het hoeft allemaal ook niet. Maar in het traditioneel gezin gaat dit toch anders. Trouwens, eventjes tussendoor, want ik ben ook nog met het spel bezig. Ik moet nu dus toch eieren gaan mixen. Of nou ja, als dat lukt. Ik snap niet waarom. Als je dan toch een vegetarische burger maakt, dan hoeft daar toch ook geen ei in, lijkt me. Maar goed, we zien het allemaal wel. Ik hoef het toch niet echt op te eten. Ja, kijk, dit gaat dan weer mis. Ik ga het ook niet halen met de tijd. Kijk, dat klokje is bijna vol. Oh ja, kijk, dit bedoel ik dus. Als je iets verkeerd hebt gedaan, dan is ze echt over de rooien. Ik was hier super bang voor als kind, hè. Ik vond die vrouw echt eng. Goed, nou ja, dit ei moet blijkbaar in de saus. Of de saus in het mengsel waarvan wij de hamburger gaan maken. Ik heb veel zin in hamburgers gekregen. Ja, vandaag ga ik dus wraps maken. Wat ik dan altijd doe is vooral groenten, bonen, paprika, dat soort dingen. En dan allemaal lekkere dingetjes erbij, zodat je aan tafel een beetje zelf je wrap kan maken. Mirjam vindt het dan ook nog lekker om vegetarische kipstukjes erbij te hebben. En die bak ik dan in Nando's saus. Mensen die wel eens in Engeland komen weten misschien wat Nando's is. Als je het niet weet, dan mis je iets in je leven. Als je een keer naar Engeland gaat, gaat voor vakantie naar Londen of zo, zorg er dan voor dat je een keer naar Nando's gaat. Ondertussen iets wat ik heel leuk vind, is dat ik ondertussen mijn poppetje in hoe heet het spel, Cooking Mama, mijn huidskleur kan geven. Het is voor veel mensen die zelf geen donkere huidskleur hebben soms moeilijk om voor te stellen hoe jammer het kan zijn als alles over witte mensen gaat. Waarschijnlijk heb je inderdaad het idee van ach, het is maar een huidskleur. Maar de reden dat je dat waarschijnlijk denkt is omdat je bijna nooit dingen tegenkomt die niet in jouw huidskleur zijn. Wat als voorbeeld gebruikt wordt is altijd een witte hand of inderdaad een wit poppetje. Tot Animal Crossing New Horizons was het zelfs niet mogelijk om een poppetje te maken met een donkere huidskleur. Heel moeilijk om nu voor te stellen, maar dan liep ik er ook bij als een witte jongen. Dat is toch jammer. Stel je voor dat jij, als je wit bent, ik weet niet of dat zo is, dat jij overal waar je een poppetje van jezelf moet aanmaken, dat het altijd zwarte mensen zijn en dat je nooit op jezelf kan lijken. Dat is zo frustrerend en irritant. Dus ik ben heel blij dat dat een beetje verandert en dat het ook, we zijn al lang het station gepasseerd dat dat iets nieuws is, hè. Ik bedoel, zwarte mensen hebben eigenlijk altijd in Nederland gewoond en het is zeker niet zo dat alle zwarte mensen uit het buitenland komen. Ik heb dus bijvoorbeeld ook, mijn familie komt uit Groningen. Mijn moeder komt uit Groningen. Ja, ze is geboren in de buurt van Haarlem dan. Maar haar opa en oma, haar ouders komen uit Groningen. Mijn ouders komen uit Groningen. Ja, dat gaat toch generaties lang terug. Dus ik vind het altijd zo moeilijk als dat dan opeens wel weer een ding wordt. Nou, hoe dan ook, wordt een heel verhaal. Maar dat ligt voor heel veel mensen, inclusief voor mij, best wel gevoelig. En ik hoop ook dat jullie hier geen lullige reacties op geven, dat het allemaal niet uitmaakt. Want het maakt voor mij wel uit. En ik ben blij dat er, ondertussen doe ik het helemaal verkeerd. Want dat krijg je als je opeens zo'n emotioneel verhaal gaat vertellen. Maar wat ik dan, ben echt eens kwijt waar ik het over had. Maar het doet mij veel als ik zie dat ik inderdaad een poppetje kan maken die wat meer met mij gemeen heeft. En ook dat ik inderdaad mijn handen in het spel alleen al gewoon lijk op mijn eigen handen. Ja,
Nou, het is voor mensen soms moeilijk voor te stellen dat het echt wel, ja, dit gaat een beetje zijn ergens meer over. Maar dat het echt wel een rol speelt in je gevoel van eigenwaarde. Ook omdat veel mensen niet weten hoe dat dan precies voelt. Als het ja, allemaal anders is dan wat je bent gewend. Bijvoorbeeld afgelopen weekend was ik met Miriam op Vlieland. Dat was super leuk. Maar wat dus heel erg opvallend was, is dat ik het hele weekend geen mensen heb gezien die mijn huidskleur hebben. Vind je dat niet raar om je voor te stellen als jij dat zelf zou hebben? Ik bedoel, ik heb een hartstikke leuk weekend gehad. Ik heb het geen seconde erg gevonden. Echt helemaal niet dat ik me dan benadeeld voel of wat dan ook. Dat denken mensen misschien. Vond prima, vond hartstikke leuk. Maar toch denk ik dat het voor sommige mensen niet makkelijk voor te stellen is dat dat gewoon is wat, hoe dat voor heel veel mensen is. Dus ik zeg het alleen. Het gaat alleen maar over dat ik het leuk vind dat mijn handen een kleur hebben die overeenkomt met die van mij. En ondertussen zijn we alweer bij de laatste stap aangekomen van mijn hamburger. En we moeten dus combinaties gaan maken. We moeten het houden. Sla, burger, tomaat. Komt goed. Oké. Okay. Sla, oh, ik had verkeerd geklikt. Sla, burger, tomaat. Oké, okay, volgende. Bring it on. Burger, sla, kaas, tomaat. Oké, okay, gaan we doen. Gaan we snel doen, hè? Ik ken ze allemaal uit mijn hoofd. Nee, voorlopig. Burger, sla, kaas, tomaat. Bam. Nee, goed. Volgende. Sla, burger, tomaat, burger, oh nee, kaas, broodje. Broodje hoeft er niet op. Ik zal nooit begrijpen waarom mensen twee van die hamburgers op een broodje willen. Ik weet natuurlijk wat een Big Mac is, hè. Maar dat zijn hele dunne plakjes hamburger. Maar echt met zo'n goede burger, zou je dat echt willen eten? Ik heb trouwens helemaal niks met vlees, dus dat... sorry, ik ben eventjes in de war wat ik nou precies moet doen. Moet ik nou gewoon alle patat op het bord gooien? Of zijn er nou andere dingen die ik erbij moet doen? Dit is het, hè? Maar waar moet ik dan op klikken? Je hebt wel next, maar volgens mij ga je dan helemaal door... Kijk, dit bedoel ik. Dan ga je helemaal door naar de volgende stap en ik wil dat niet. Ik wil gewoon al die ingrediënten... Nee. Ik wil gewoon al die ingrediënten erop krijgen. Even kijken hoor, of dit... Ja, nee, dan zijn ze in één keer weg. Nou, dan beginnen we maar opnieuw. Het gaat blijkbaar alleen de patat, de friet, de frietjes, de aardappelstokjes, de... Langwerpige gebakken aardappels. I don't know hoe jullie het noemen. Maar ik ga het hele bord vol doen. En ik ga door tot het niet meer kan. Ik zie ze nu al van het bord afvallen. Ja, dit komt wel goed. Dit wordt wel een lekker bordje. Denk je niet? Eens even kijken. Het gaat gewoon door. Het gaat gewoon voor altijd door. Ik ga kijken of ik die hele tafel vol ga krijgen. Oh, too much. Nee, er komt inderdaad niks meer bij. Hoe hard ik ook probeer. Nou, jammer. Maar dan hebben we wel in elk geval een mooi bordje voor de foto. Want hierna moeten we er een foto van maken. Ik weet ook niet waarom. Maar dan kunnen we dat voor altijd onthouden. En dan kunnen we vooral zien hoeveel leuker dit eigenlijk was dan het bouwen van een weg door het hele dorp heen. Ik beloof het. Volgende keer ga ik echt wel weer verder. Maar nu even niet. Goed, we doen het in een fancy restaurant. Gaan we een mooie foto maken. Tenminste voor zover dat mogelijk is. Ik wil wel dat je op de foto ziet dat het in een fancy restaurant is. Want anders is het gewoon niet leuk. We moeten wel een beetje de vibe neerzetten. Ik zou het liefst, als ik naar een fancy restaurant ga, wil ik ook absoluut niks anders eten dan een hamburger. Want ik lust gewoon niks. Meestal staan er alleen... Als ik naar een echt serieus restaurant ga, staan er meestal alleen maar dingen op die ik of niet kan eten omdat er vlees in zit. Of die gewoon disgusting zijn. Ik hoef bijvoorbeeld geen salade met, I don't know, walnoten en... Ik weet niet eens wat er in een salade zit. Ik eet het nooit. Dus als ik uit eten ga... Nee, je moet het maar net uit eten willen noemen. Dan ga ik meestal ergens waar je pizza kan eten. Of inderdaad een hamburger. Of iets wat daarop lijkt. Ik wou dat ik gezonder was. Maar dat ben ik niet. Goed, ik moet alleen nog even een sticker uitkiezen en ik ga voor de boze mama. Amazing. En dan zijn we er doorheen. Dus, nogmaals, het spijt me ontzettend dat we deze keer bijna geen tijd hebben besteed aan Animal Crossing. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik even een ander spel liet zien. Laat zeker weten in de comments of jullie het leuk vinden om meer spelletjes te zien. En ook als jullie het bijvoorbeeld leuk vinden om Miriam meer spelletjes te laten zien. Want wij houden allebei van heel diverse dingen. Nou, tot de volgende keer. Mm.